Als je aan vier eenden vraagt om te oordelen over een zwaan, dan komt er natuurlijk een hoop dom gekwaak uit. Vlog 12, Joost. 12, mooi. Ongelooflijk. Gaat hard, hè? Antoine Teeuwen, lijsttrekker. Ja. SP-leider. We doen wel mee. De verkiezingen naderen met rassen schreden. Wat is jouw nieuws? Ik ben gisteren heel druk bezig geweest om proberen een brug tegen te houden. Waarom? Robbrug. Ik kwam deze week Paul van Vliet tegen. Maar dat is echt een oerhagenaar, toch? Ja, heeft in Leiden gewoond. Ah. Ja, hij komt dan nog wel. Ja? Ja, het is een mooie stadje. En is bevriend geweest met... Burgemeester van de Werf? Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou hij zomaar kunnen. Ja. Vroeger was een vriend van mij, burgemeester Kees Goedkoop. Ja. Daar wordt dan met weemoed aan teruggedacht, ja, meneer Goedkoop. Was een echte burgervader. Een beetje gezette VVD'er, maar met hart voor de zaak. Brug naar Poelgeest en dat betaalt Leiden dan de helft aan. En dat is nog niet zo erg, maar die brug, daar zijn we al jaren mee in de weer. Ik kwam nog een oude man tegen. Sinterklaas. Ja, dag Leendert. Ah! Ja, en die... Ja, hij zegt dan... Maar weet u iets van die wethouders en die politici hier? Hebben ze zich een beetje normaal gedragen? Ja, nou ja, ze doen hun best. In het begin wilde Leiden graag die wijk ontwikkelen. Daar, Poelgeest. Daar zit hij, de verzetsheld uit Oegstgeest. We hebben een held. Wat heeft hij nou van de week allemaal lopen doen? Ik heb alleen maar mijn best gedaan. Welk verzet heeft hij nou gepleegd? Hij was de man van de filibuster. Dus hij probeerde het debat zo lang te rekken over de wet Hillen, over het afschaffen daarvan. Toen heb ik gezegd, dat zullen wij wel eens zien. Als je oorlog wil, dan kun je het krijgen al. Maar hij heeft niet gered. Nee, hij heeft 4,5 uur volgehouden. Ja, en toen begaf ze stem het en toen was het klaar. Oké, okay, en hoe zit het dan met die wet Hillen? Ja, die is gewoon afgeschaft. Ik ben toch wel benieuwd wat Antoine ervan vindt. En toen we daar ruzie over kregen, heeft de provincie een besluit genomen dat die tunnel inderdaad een goed idee was. Hé, Antoine, ja? Dit is het vlog, het moet korter. Oh, sorry. Je moet het nu in 10 seconden doen. Ja. Ja. Waarom wil je die brug niet? Die brug wil ik niet, omdat er mensen dadelijk 5000 auto's per dag langs de deur krijgen. Ja, wat is jouw nieuws? Ja, nou eigenlijk landelijk nieuws. Het medicijnagentschap komt vanuit Londen naar Amsterdam. 900 mensen die mega veel geld verdienen, zou Leiden ook niet een beetje moeten lobbyen van kom ook hier wonen? Oh, dat gebeurt zeker wel, want we hebben het Bioscience Park hier natuurlijk. Daar zit van alles aan. Dus er wordt gelobbyd? Dat weet ik niet zeker. Ja, maar dan lijkt het me een hele goede vraag aan het college van hallo. Nou, zal ik dat eens gaan doen dan? Ja, zitten jullie te pitten of springen jullie op die trein? Ja. Is goed, ga ik vragen. Zou het wat zijn om 50 plus in Oegstgeest? Ik denk dat ze daar wel een markt hebben. Ik kan altijd nog een 50-plus met goedkinderen van een partijbestuur oprichten. Dat kan nog tot januari, hè? Ja, dat klinkt wel als serieus dreigement. Dan eens even de boel daar op stel te zetten. Ja. Gaat Martin dat dan doen? Of Marcus Rollo's? Marcus Rollo's moest van de kieslijst af. Maar waarom eigenlijk? Omdat hij te eigenzinnig is en te groen. Nou ja, kijk... Als je aan vier eenden vraagt om te oordelen over een zwaan, dan komt er natuurlijk een hoop dom gekwaak uit. Dat is wel mooi als je jezelf een zwaan noemt, hè? Ja, en het bestuur noem je dan eenden, die kwaken over jou. Ik denk dat die uitspraak goed gaat vallen. Ja, dat denk ik ook. Dit is echt een diplomatiek offensief. Ik ben verkiesbaar en de kiezer mag kiezen en die mag zeggen, goh, vinden we deze boodschap fijn? Ik leg een accent op duurzaamheid. Nou, en dan mogen ze zich daarover uitspreken. En ik leg me gewoon neer bij wat er uitkomt. En als ik het niet word, dan heb ik heel veel tijd voor mijn gezin. Ja. Dat vind ik ook heel leuk. Wat mij opvalt, Antoine, ik hoor een zuidelijke tongval. Maar laten we eens even de Leidse raad. Gijs Holla komt uit het zuiden. Marleen Dame, Paul Lodi. Stad van vluchtelingen. Ja. Maar ik heb hier gestudeerd en ik had namelijk ook heel veel vrienden uit Brabant en Limburg die hier kwamen studeren. Wat is de aantrekkingskracht van Leiden op mensen uit het zuiden? En wij kunnen hier heel goed ademen omdat Leiden een gezellige stad is. Mensen uit het zuiden die houden graag van contact, persoonlijk contact. Ja. Leiden is een stad, maar heeft eigenlijk toch wel een beetje dat dorpsgevoel, weet je wel. Men kent elkaar. Deze stad is altijd open geweest voor iedereen die ergens op aarde verstoten was. Die kon hier landen en dat is ook door de jaren heen altijd gebeurd. En dat voel ik als heel prettig. Ik voel me hier thuis. Zoeterwoude, ja. We hebben een uitnodiging om pilsjes te drinken. Oh, ik voeg de, slaan we niet af. Nee, die gaan we niet afslaan, hè? Nee. Ik voeg namelijk in Zoeterwoude, we gaan een special maken. Wat moeten we gaan doen? De kroeg. De kroeg? De meester, tuurlijk. Dus je zegt eigenlijk, als je wil voelen hoe de dorpssfeer is, want dorpsfeest kunnen we nu niet heen. Want nee, precies. Dat is ook maar de echte sfeer, moeten we eigenlijk gewoon even een biertje gaan drinken bij de voetbal.
Dat zou een hele goede optie zijn. Okay. Ja. Ja, dan gaan we daar eens naar kijken. Wat zou je in Zoeterwoude gaan doen? In Zoeterwoude hebben ze een goede slager. De slager? Ja, lekker biovlees. Dat is lekker voorbij het bier. Ja. Als we even geen bier willen, ja, dan zou je ergens... Ja, dan wordt het wel weer een beetje afgezaagde plek in het weiland of zo. Maar ja, dan... ik zeg gewoon lekker in de kroeg, niet moeilijk. Ja, zullen we die handschoen... leeg drinken? Dat gaan we doen. En in Leidendorp? Je moet naar een van de polders. Ik denk dat je ook gewoon heel even lekker even door de Winkelhof moet lopen. Ja, en kijk even bij de sportvelden, in de Bloemert. Winkelhof? Dan moet je door de Winkelhof gaan lopen. De Winkelhof is hartstikke gezellig. Ja? Ja. Nou, ja, ik kom er alleen als ik ga bowlen. Oké, okay, dag! Maar we hebben nu dus wel twee specials aan te pakken. Hè? We hebben een special Zoeterwoude en Leidendorp. Ja. En dan gaan we er nog eentje extra doen, dat is sport in Leiden. Daar staan we nog wel wat over te doen. 7 jaar, een wethouder van D66 op sport. 0 nieuwe accommodaties. Dus daar gaan we het even over hebben. Niet in beweging te krijgen. Nee. He? Je mag het afsluiten. Mensen, dankjewel. Veel succes. Ja, maar dat is niet de afsluiting. Oh. De afsluiting is make local great again in de camera zetten. Oh, make local great again. Make local great again. Make local great again. Make local great again. Make local great again.